Als je rond je 65ste stopt met werken, dan krijg je een pensioen. Hoeveel? Dat hangt af van hoeveel jaar je gewerkt hebt, hoeveel je verdiende, wat je deed. Maar sowieso is je pensioen een pak lager dan je loon. Wil je later meer geld voor je pensioen, dan kan je pensioen sparen. Wat is er dan anders dan gewoon sparen? Wel, je kan het geld niet zomaar van je rekening halen voor je met pensioen gaat, want het wordt op langere termijn belegd door de bank. En daardoor brengt je geld ook meer op. Bovendien mag je elk jaar een stuk van wat je spaart aftrekken van je belastingen, omdat de overheid pensioensparen een goed idee vindt en het wil promoten. Stel dat je op je 35ste met pensioensparen begint en elke maand iets meer dan 80 euro spaart. Dan heb je op je 65 ongeveer 30.000 euro bijeengespaard. Daarbovenop krijg je rendement en kan je je gespaarde bedrag waarschijnlijk meer dan verdubbelen. Nu, het exacte bedrag is nooit zeker, want dat is altijd afhankelijk van de beurzen. Misschien lijkt je pensioen nu nog ver weg. Maar als het jou lukt om elke maand wat geld opzij te zetten, dan is pensioensparen zeker geen slecht idee.